Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een Action shoeblog voor jullie. Ik ben even naar de Action geweest. Als je mijn vlogs volgt, heb je de laatste tijd al wel kunnen zien dat ik ook al een aantal keer naar de Action ben geweest. Maar die spulletjes die ik dan heb gekocht, heb ik laten zien in de vlog. Maar ik ben nu weer naar de Action geweest en ik dacht, misschien is het gewoon wel weer een keer leuk om een shoplog ervan op te nemen. Het is niet superveel. Ik had gewoon nog wat dingetjes nodig en ik dacht, nou ja, ik ga het jullie gewoon laten zien. Omdat ik het zelf altijd heel erg leuk vind om dit soort video's op te nemen. En ook om te kijken van andere YouTubers. Dus ik dacht, ik ga er gewoon eentje opnemen, ook al is het niet zo heel erg veel. Mocht je benieuwd zijn naar wat ik heb gekocht, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik ben begonnen met een bullet journal. Als je mijn vlogs volgt, dan heb je dat al wel een beetje meegekregen. En daar had ik dus wat dingetjes voor nodig. Maar heb ik dus ook een item gekocht. Die heb ik bij Lidl gekocht. Dus die laat ik ook gewoon even zien. De rest is gewoon van de Action, maar dit komt van de Lidl. Ze hadden namelijk deze week producten van Bic in de aanbieding. En daar hadden ze een puntenslijper. Dat is deze puntenslijper. Die is... roze dus en van Bic. Deze was €1,79 en ik hoorde van mijn zusje dat dit echt een hele goede puntenslijper was. Dus ze raadde mij aan om deze te kopen en ik had nog geen goede puntenslijper, dus ik heb deze gewoon gekocht. Je kunt hier, je hebt hier twee slijpgaatjes, dus je kunt verschillende diktes hiermee slijpen. En het is wel fijn dat je hem gewoon dicht kunt klikken. Dus deze, die kocht ik dus even bij de Lidl. Bij de Action kocht ik weer even houtvezel. Ik koop houtvezel eigenlijk altijd bij de Action voor mijn konijn. Want deze houtvezel kost daar 79 cent. En ja, dat vind ik gewoon echt een goede prijs. Want bij de supermarkt betaal ik gewoon een stuk meer. En tegenwoordig heeft Action dit. Dus ik haal deze altijd als ik deze nodig heb bij de Action. Dan nog een essential die ik eigenlijk altijd haal als ik weer nieuwe nodig heb bij de Action. En dat is de Intense Repair Conditioner van Dove. Ik gebruik ook altijd de shampoo hiervan. Je hebt deze waarschijnlijk ook al wel vaker in andere Action shoplogs voorbij zien komen. De shampoo die was toch op het moment niet. Dus ik weet niet of dat die eruit is gegaan of dat ze hem weer krijgen. Dus die moet ik even ergens anders gaan halen. Maar de conditioner hadden ze wel en ik dacht die neem ik gewoon mee. Ik betaal van deze conditioner €1,66. Dus dat vind ik een prima prijs als ik dat weer vergelijk met... de lokale drogisterijen is dit best wel een stuk goedkoper. En ja, zolang ze hem hebben, haal ik hem daar gewoon. Dan had ik voor mijn bullet journal lijmstiften nodig. Of in ieder geval lijm. En ik heb een groot bullet journal boek, maar de pagina's die drukken een beetje door. Dus ik plak er andere pagina's tegenaan met quotes. En daar moest ik dus even lijm voor hebben. En ik had wel gewone lijm, maar volgens mij gaat dat heel erg doordrukken. Dus ik dacht, ik koop gewoon even lijmsticks. Dit zijn twee lijmstiften en even kijken wat deze lijmstiften kosten. 65 cent voor twee lijmstiften. Dus dat vond ik prima. Ik weet niet of ze goed zijn. Ik ga het gewoon proberen. Maar nu kan ik het in ieder geval weer die pagina's erin gaan plakken. Ik moet ook nog steeds een papiersnijder halen. Maar die ben ik dus vergeten. Want de pagina's die ik erin ga plakken, die zijn iets langer dan de bladen in het bullet journal boek. Maar in ieder geval, nu kan ik wel weer gaan lijmen. Dan moest ik ook eventjes gummen hebben. Ik was eigenlijk op zoek naar zo'n hele grote gum. Die hadden ze bij de Action, maar ik was helaas niet. Dus ik heb nu gewoon vier kleine gummen gekocht. Ik weet niet of deze fijn gaan zijn, maar nou kan ik in ieder geval wel... wat ik weg moet gummen, de lijntjes, die kan ik in ieder geval weggummen. Mocht ik dan die andere nog een keer tegenkomen, dan haal ik even goed nog wel zo'n grote. Maar nu heb ik in ieder geval gewoon vier kleine en deze... die waren 49 cent voor 4 gummen. Dus op zich prima. En ik kijk wel of dat dit een beetje bevalt. Maar ja, dan kan ik gewoon gummen dus. Dan haalde ik ook dubbelzijdig tape. Dit is echt om te knutselen. Ik wist niet of dat ik die pagina's met lijm wilde gaan doen.
die ik in dat bullet journal wilde plakken. Of dat het beter was om dubbelzijdig tape te gebruiken. Dus ik heb ook dubbelzijdig tape gekocht. Dit kost 46 cent. En dan kan ik gewoon even kijken wat het beste is om te gebruiken. Maar ik dacht, dan heb ik het gewoon beide in huis. Dan kan ik in ieder geval verder. En ik heb dit ook nog nooit gehad. Dus ik weet niet of dat dit een hele fijne dubbelzijdige tape is. Ik heb überhaupt nog nooit dubbelzijdig tape gebruikt. Dus ik ga gewoon even kijken of dat dit bevalt. Maar ja, voor 46 cent dacht ik, maakt niet uit. Ik neem het gewoon mee. Dan kocht ik ook een oogmasker en ik vind deze oogmaskers altijd heel erg fijn om op te doen tijdens het slapen. Ik slaap de laatste tijd best wel slecht en dan vind ik zo'n oogmasker gewoon heel fijn. Ik heb ook al best wel veel oogmaskers, maar op, na een lange tijd dan wordt het touwtje zeg maar wat er aan zit, dat wordt gewoon... Deze is trouwens al kapot, zie ik. Hier moet ik even mee terug, want het touwtje is al los. Ja, die wordt dus... heel slap. Maar met deze moet ik dus even terug. Want ik zie hier dus dat dit touwtje, die zit ook niet vast. Kijk, die zit los. Die moet gewoon vast. En op zich zou ik het zelf wel kunnen doen. Maar ja, dan ruil ik hem liever even om. Je had deze in verschillende soorten. En ik heb die met oogjes al een paar keer gehad. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor Do Not Disturb. En ja, volgens mij, dit oogmasker kost 75 cent. Dus één keer in dezelfde tijd, dan is het gewoon prima om weer een nieuwe te halen. Dan heb ik ook 10 inkpads. Dit verhaal is een beetje anders, want mijn zusje had deze gekocht bij de Action. En de laatste keer toen ik bij de Action was, toen hadden ze deze dus niet. Dus ik had aan mijn zusje gevraagd, goh, zou jij voor mij, als jij bij de Action komt, deze inkpads voor mij even willen meenemen. Deze inkpads die kosten €1,29 en heb je dus 10 kleurtjes. Ik laat ze wel gewoon even zien in deze shoplos, want ik heb hem ook niet in de vlog laten zien. Maar nou ja, deze komen gewoon van de Action. Ik zal even de kleuren laten zien die erin zitten. Het is wel super handig voor het bullet journal. Je hebt groen. Dan heb je ook oranje. Het zijn echt hele kleine schattige ja, inkpads zoals je kunt zien. Dus ja, super fijn dat je gewoon 10 kleuren hebt. Dan heb je een fel roze. Een blauwe. Ze zitten per stuk ook verpakt zoals je kunt zien. In plastic. Dus dat is wel heel fijn. Je hebt ook zwart. Een groene. Dan heb je ook geel. En hier heb ik het plastic al van afgehaald. Ik heb er eventjes een plakbandje omheen gedaan. Want deze... dopjes die gaan er heel gemakkelijk af. En omdat ik ze nog wel even in dat doosje laat zitten, plak ik hem even vast met een plakbandje. Rood. Donkerblauw. En paars. Dus ja, 10 hele toffe ja, kleurtjes. Wat gewoon heel handig is, vooral voor kleine stempeltjes. En... ja, dan heb je gewoon 10 verschillende kleurtjes wat ik heel erg leuk vind. Dan kocht ik dit clipboard. En dit is een A4 clipboard. Ik vind het nog wel fijn soms om eventjes op de bank te tekenen. Gewoon 's avonds zeg maar. Of gewoon aan een tafeltje. Maar vind ik het fijn als dat gewoon blijft zitten, dat papier. En in dit clipboard ja, clip je hem gewoon vast zeg maar. Dat is heel erg handig. Je had deze in verschillende kleuren. Je had hem ook in het marmer. Maar ik vond het marmer een beetje tegenvallen. Ik dacht, het is vast ook heel snel vies. Dus ik ben uiteindelijk toch maar voor roze gegaan. Dit clipboard, dat was €1,49. Dus ik vond dit echt een heel erg ja, handig item toen ik dit zag. En ik dacht, dat vind ik gewoon handig voor mijn bullet journal. Tekeningen die ik dus los in het boek ga plakken. En dan kocht ik ook een etuietje om alles netjes in op te bergen. Ook de bepaalde stiften, maar ook de lijn bijvoorbeeld en zo. En dit is het etuietje. Ja, ook deze had je in het marmer. En daar had ik eigenlijk mijn oog op laten vallen. Want die vond ik er heel tof uitzien. Maar ik vond hem toch in de winkel wat tegenvallen. En ik dacht, ja, hij is vast ook heel snel vies. En ik, nee, het marmerprintje was niet helemaal wat ik ervan had verwacht. Dus ik dacht, nou weet je, dan ga ik toch gewoon voor roze. Want op zich staat dat ook wel leuk bij dat klembord. Dit etuietje, dat was €1,29. En het is gewoon best wel, er kan best wel veel in. Dus op zich...
ja, kan ik hier prima de spulletjes die ik ervoor heb in doen. En dan heb ik alles netjes bij elkaar. Dan waren dit alweer alle spulletjes die ik kocht bij de Action. Zoals ik al zei, het was niet super veel deze keer. Maar ik vond het toch wel leuk om te laten zien. Binnenkort moet ik sowieso nog weer even terug. Want ik ben weer wat dingen vergeten. En ja, dat gebeurt gewoon best wel vaak dat ik daar dan thuis aan denk. En uiteindelijk in de winkel vergeet ik het. Maar goed, dan ga ik gewoon wel weer even terug. En wie weet, als het weer genoeg is, dat ik er wel weer een shoplogje van kan maken. Nou ja, zoals ik al zei, ik ben de laatste tijd vaak naar de Action geweest. Dat heb ik in de vlogs laten zien. Mocht je daar benieuwd naar zijn, dan raad ik je aan om daar even naar te kijken. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal en je wilt op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren. En als je dan ook even op het belletje drukt, dan krijg je ook gelijk een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En ja, dan hoop ik je bij een volgende video gewoon weer te zien. Doeg!